Naam is Lodewijk De Leu en dit is een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed. Op oh, ik was hier live. Camille Ost komt uit een gezin met elf kinderen. Hij vertelt over het leven op Sint Anna, over de boerderij en het ploegen met zijn paard. Hij vertelt over een leven in armoede en toch content zijn. Content zijn, omdat er gewoon geen andere keuze was. Je moest hard werken en doordoen. Dorpsgenoot Anne Gering gaat met Camille in gesprek. Goedemiddag, ik ben Anne Gering en we zijn op bezoek in Sint Anna, ons dorp, bij de, een van de oudste inwoners, Camille. Goedemiddag, Camille. Vertel een keer, hoe oud zij je nu juist? Nou, voor de moment. 95 en enkele man nog. Het is, te, het is te denken dat als je het nog weet, dat we hier nog niet. Ik ben naar hier komen als ik vijf jaar was. En nu, en nu ben ik er 95, dat is 90 jaar hier, hier omhoog zitten. Mijn vader, zijn vader, dat was hier, die thuis. Ten die tijd, drie twee draaien, die worden doven. Enkele varkens, een van alles een beetje. Ik kan kijken. Maar Lux luxe was er niet meer. Dat was mist, gewoon. groen was het niet voor de beesten, hoor. En ten hoop gaan iedereen, eh, een akker of twee akkers, burgers en alles. Dan om al dat die iets zoden. Maar dat was allemaal in het klaar, hoor. Eh. Als je zoiets voor andere kosten verdient in die tijd. Vroeger. Veel minder rozenstorm, maar even veel volk, pas ik. Kaffee's worden er veel, hoor. Eh. Die in tijd. Hij op zijn tannen rond het ik. En dan moesten die hun vergunning of niet die in tijd noemen. Die dag hier ook een field die was bezig. Allemaal, allemaal werken en niet hier. Nou. En je naar werken nog niet. En die worden veel contenter als nog. Nou zijn de gasten, rijke mensen, tegen vroeger. Speelden of gelijk wat dat we nu over de gasten. En gelijk welke noord ze moesten werken, hoor. Van om hoek hoe moesten we naar Leipzig. Ik was twaalf jaar aan Noordelbeurst. En als je ten toe blijven wij blijven gaat thuis. En dat was vertellen als je in het seizoen. Nu dan ook gasten dat moesten doen, nou. die is al niet lang leven. <laughs> Kunnen ik je een keer iets vertellen hoe dat, dat op Sint-Anna was? Als de kinderen zo speelden, die ja, je geen speelgoed zeiden, maar allee, wat deed het dan om je te amuseren als het een keer niet te werken was? Er was er toch veel, hoor? De maskers de enkel steen. Ah, ja, ja, ja. ja. He, hij kon dansen. Ja, ja. En de jongen was knippen met een balketten, maar een bol. En toen ik er om niks als je allemaal zo nee. En uh, zo in het veld, zat het dan niet in het veld in de namiddag of zo om, om spelletjes te spelen of te doen? Maar nee, dat was zondag Dan moesten ze zien dat alles dus uit de weg was hè, of... Ja. Dat was een einde verdrieging Maar mensen er hun op nakker liggen. Ah, ja. Ja, moet zeggen hé, waar moesten ze een tijd op passeren vroeger? Also, was er niet wat meer kattenkwaad zo? Allee, oh, zeker minder, maar... maar, maar, maar... Zulke dingen Als er al ja. in elkaar nog wat gaan pieken en doen? Oh jongen, ja, maar ja, dat was... Als er een treep was, dan moest je zien dat je... Als je daar stond, was dat geen zo hé. Of daar waren ze mee weg. Dat dacht ik wel. En heb je geen nooit zo aan de Durmen, want de Durmen zijn daar toch niet ver van, hè. Uh, daar gespeeld of gezwommen of? Ah, nee, de lenders waren gewoon teden, ne? De lenders. leen. Nee. Vissers. Vissers, ja. Ah. En, en er meer Sintje naar Roe ah. <laughs> En, en dat <de> water. er. <laughs> en daar zat niet een keer achter ons. Het is je eigen werk, dat allemaal je doen, Je Camille, dat er veel werk was op de boerderij en iedereen was voor zijn eigen zorden mee wat, wat beesten en wat dit en wat dat. Maar wat kreeg je dan eigenlijk op tafel? Was dat allemaal van eigen werk? Van wat? Van vlees en van eer, Allemaal van eigen kweekzak, Ah, mis dan maar, Wat was er zo nog dat op tafel kwam? Gronzelen het nog, dat had ze ruim gekut. Het was op. Ja, ja toch, Mr. Porta, he, het was de Mister Poort. Het Gronzelen hadden groeten in, in de zomer, en opleiden. Ja, die buurlanden zijn op, nou, en, en het zout. Ah, ja, in die bruine potten. Ja, bij ons was dat in, in die stieren. Uh... zomp. Ja. Zompo. ja. <laughs> en voor de rest, ja, het varken slachten en dingen zeker. Oh, ah, wel ja. En je moest wel hier nog een vrouwen hoor. Nou, van als er iets, iets weg is, voor je er naartoe. <laughs> En, en hoe was dat thuis met je broers en je zussen? Want je zegt, je we zijn wel met veel, we waren met veel. Vonden dat plezierig zelf? Allee, ja, maar nee, het was moeilijker dan al met nu ook nog. <laughs> en hebben je nu nog veel contact met je familieleden, alleen de kinderen ervan en daar de kinderen ervan? Komen er nog op bezoek? Ja, maar dat vermindert na. Nou, ja, Je wordt vreemd erin. Ja, en? En er woont er een deel vader nooit. Ja, ja. Dat is in de meeste familie. En er leven er maar dranen meer af, nog van onze niep, van Delft. De ja. 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 Uh, je bent toch nog altijd optimist, jij. Hè? Ik vind dat toch dat je echt nog. ja, ik vind dat je hier zit zo. Want je hebt al veel meegemaakt, toch? Hè? Als, als je veel broers en zussen ziet vertrekken. Oh, ja. ja, het is toch niet ja. simpel, hè? Ja, nee, wat ja? Maar je krijgt kreeg, je kreeg veel bezoek van geburen. Van ja. ja, dat, dat als je een keer naar moest roepen, kan je doen dat er een stuk of 6 gelijk binnen maar Kun je ons nog een keer iets vertellen van een tijd van school, hoe dat, dat ging met de plechtige communie en de eerste communie, als dat dan al eerste communie was? Weet, vroeger was het alleen plechtige zeker. En wat je er allemaal moest voor doen? Ha. Van, van de plechtig kom je naar ze, je dag. aan mond lang, alle dagen naar de kaart, naar het he, Nog langer, zeven weken. Ah oh ja, zeven weken, ja. En toen moest ik twee kinderen, twee keer, naar dieste mensen, die en diegmes. En ik was tussenin in de braadschool door. He. Hier Ja, een aan, aan klooster, ja. Daar arge eten? Ja. Ah. Ja. Maar dat was toen in de oorlog nooit. Ja. En er, ik moest iets meiden, ik moest, dat kan melken, anders was suiker of was koffie of wat, of wat En, en hebben er allemaal goede herinneringen aan, of? vonden we dat vonden we dat ja. plezant vonden we dat goed oh wel ja. er was er anders nog hij je moest hij moest kijken met zijn ja ja dat dan nooit weer voor hij gaat het opdringen voor de azure nooit morgen zit er wel kreeger dus. <laughs> ja en tijdens als je hem weer nooit Ik kon nog een keer terugspringen naar het werk op de boerderij. Hè. Uh, wie moest er hier de koeien melken? Wat dat was, ga ah. op het stuur, nee? Van, van waar kosten moesten we dat doen? En was dat een vast iemand van de kinderen? Of ah, ja, hij kocht. Hij zijn. Ik pak nog drie koeien. In tweeën of vierën. Of mijn moeder in die Mijn moeder ook veel. En wie moest er dan helpen bij in het huishouden? Dat waren alleen de meisjes? Of ah, mochten ja, de ja. jongens ook al een keer iets doen? Ah, wel ja, maar er waren twee meisjes aan het dotsen. Ah ja. Ah ja. ja, ja. Maar dat was wel zo, hé. in een groot gezin. Dat je samen eigenlijk ah, Ja. En van mijn kost liefde. Kijk, aan, we hier komen wonen, was er nog geen elektriek. Ja, ja. En hier schrap een lamp, of één of twee lampen, nee. kleine lampjes. En, en als, je het bij, als het overigens bij winterdag was, dat donker was, noe, met een lamp en een meegegaan, werd licht, nee. doen, het licht niet. Dat moesten we doen als we goed lopen. <laughs> In de stal en al, mee ja. Mee liggen. ja. Maar ja, dan maar worden was... waarschijnlijk... Maar een paar nee, ja. Ja, Dat dat nou moest zijn. Dat rookt ook niet rond, hè? En dan lagen waarschijnlijk, mee, zoals de kippen, veel vroeger in bed dan dat nu allemaal het geval is. Ja, dat weet ik niet. Weet het niet? Of wel nog wat liggen vertel... Slapen misschien niet, maar nog wel liggen vertel onder elkaar... Ik een keer op, op Toffel. Ah, ja. Dat je zag, waar dat je liep, meer niet. En was dat nu, ja, of een beetje vroeger gingen de kinderen, de jongens, de jonge meisjes, de jongens, jongens al weg. Maar er was hier weinig gelegenheid waarschijnlijk. Kwamen er dan veel andere mensen op bezoek van Sint Anna uit de buurt voor te kaarten of weet ik wat te doen? Hoi, hoi. Dat hebben nog gedaan, want wij hebben hier nog zitten korter met draadtoffels, in de neus. Ja? En, en welk spel was dat zo? Een been Ja, ah, dat staat allemaal zo hè? ja. En van uw groenten van het veld, of patatten, dat, dat verkocht je dan thuis ook allemaal? Ja wel, zoveel als dat gekost is no? nu. En dat worden er maar ook nu. No? Als je te veel en je het verkeuren. Uh, weet je er nog van, als een televisie opgekomen is, Worden dan rap om je een dan aan te ah, Ik weet ervan dat de radio's als je opkwamen. Ja, wel vertel ik je. Worden dan van de eerste mee, of wacht, ze liever wat af? Nee. vanaf van de eerste niet. Hè. Want dan, dan ging mijn moeder veel in de gebeurtenissen bij, iemand. Maar waar wacht je naar de schop? Waar wacht je de schop? Als jullie van ik door, door die ten. Dat is afgebroken, neus. Ja, daar weet ik niet echt van. Of te Er was toch nog een in de buurt. En dan zelfs het programma dat we moeten gegeven, dat ging ze door een keer. En met de telefoon, was dat ook zo? Met de telefoon. O, jonger. O, twee telefoons hier. Bij Noord van Drusens. Bij Jan hebben Ja, ja. Door ja, ja. dat. Mm -hmm. en, en bij Bartje door je ook. En ander. Ja, dat, oei, dat. dat was allemaal veel water. Ten. Als een, de tracteur op nog gekomen is, ja. hoeveel verandering bracht dat zo mee? gezegd ik was geen vaste chauffeur. Wie was dat dan wel? En wat, wat moest jij dan ook doen? Oh, Marcel heeft het altijd gedaan. Dat was. <tiped> een ja. huh? En heb je het En. Komen we er zelf een sleutel als dat mankeren? Oh, ja, of misschien nog een notel, je ja. <laughs> ja, maar, ik kan me voorstellen dat dat toch een hele verandering is, hé? Dat iedereen er oh, wella, rond de rond ja. rondtinttracteur en maar de heb je het dan niet moeilijk gehad om zo wat afscheid te pakken, niet direct afscheid van een paard? Van niet, dat was veel gemakkelijker. Nog. Ja, ja, ja. Als je een dag moest ploeien, moest er altijd achterlopen. Want ik ken dan nog geteld dat in de 30 km per dag afleggen in het veld. En hoe telde dat dan, Stop. stap? Oh, rood en dag en <laughs> En hoe was dat vroeger? Want nu, ja, als je moet oogsten en je kijkt naar de daar of ik moet gras afrijden, je kijkt, het is het juiste moment. Maar vroeger wisten ze er eigenlijk niet van. Ze konden echt twee voorspellen aan de lucht of wat dan oh, ook op, op maar ging he, op de maar ga zeg de afraan, oh, dat was met de zassen. Ja, ja ja ook al, want dat weet ik nog als we klaar waren en er, mijn vader nog komen helpen met de zassen. een hele plek met de zee. Ja? ja, ah ja dat was met graan oké, okay. en ja. was dat dan echt zo? Ik zeg nog maar iets, voor, voor graan, eh, uh, koorn of kuren, hoe dan ook zeggen. Dat heel de hele familie moest helpen? Ja, ah, maar ja, nou. dat was ten afpikken je nou, de pik. En wanneer iemand die die machientje. maar hij moest nog zelf winnen, nou. ja. dat was in 1939. Wat denkt het dan? Als je nu, een dag van vandaag, die machines. zo oh, groot nou, zijn als ze niet meer op de zijn. Als ze nog één keer rond, een nakker, maar dat kost te gaan. op een dag kunnen we de volk maar eens doen. Hoor. Ja. Ja. En dat was op een kwartier gedaan. Hoor. En nou, nou is het tussen met neer, maar vroeger moest je dat wel recht zetten. Hoor. Ja. Ja. Dat werd te drugen. Hoe kijk je er nou terug? Vonden, het, vond de, allez, kom, uh, kom de zeggen, vroeger oh, niks was niks goed ten opzichte van nu, oh, wat dan wij allemaal moeten doen hebben, hé, tegenover dat dat nu toch gaat? Of kijk je er anders tegenover van, het was toch plezant die tijd? Ach, jonge, ik zei nou, dat ze dat ook nou moesten doen, als nou, ze, nou, ze sliegen op dat. Dat, dat ze zoeken waar en allemaal moesten doen. Ja, ja. Maar dat was er anders niet, hoor. Dat was afblijven of Maar Het was toch niet tegen Augusting, ook niet. Het was toch niet tegen augustus, toch altijd graag graag afgehoord, hè? Gewoon anders niet, gehoord, ah. zitten, hoor. Ja. <laughs> Nee, maar ondanks dat je anders niet had, worden toch content, denk ik. Oh, ja? Ja. ja, dat moest nu. Verrekker. Ik heb inderdaad veel gewerkt en er was altijd veel werk, maar toch zal er altijd wel iets gewist zijn voor ontspanning. Ik gezegd, er waren heel veel cafés, maar zaten er veel in? Of was er iets anders? Eén keer op een jaar een kermis of zo? Dat gebeurt op ons Dat was daar een mond op veranderen, en was daar een karwees En over noemen ze het dan een bier. Hier wel nog, hè? wel En ja. uh, wat was er dan zo anders op kermis? Wat was er speciaal aan? Avenien, oh, en toe, het en dat er allemaal stond. Deze, ja. En toen euh... in de café zat je, je er een keer zongen. Wat je, ja, ah, toch ook, ja. Dan ja. worden die mannen van zo dat. Eh. Wie weet niet nog weer? Ronsman. Ah ja, de, die naam heb ik nog gevallen, ja, Ronsman. En dan waren likes van ter plaatse, of ja, wat? Ja, Als je dan ook, nou, nou al ah, liekjes zeg je nooit. En daar liepen ze van die café naar de andere En En die de volk achter, achter de spelder zijn. Ja. En wat was er vroeger, als nog op zijn de muziekmaatschappij, die is er nog. Maar iets anders, dat, van, van zangers Dan, of dingen? Denk... Een zangmaatschappij, dat heb ik nog gehoord, maar dat heb ik nooit niet geweten. En dat is al lang geweest, niet gelukkig, als je... Ah oh ja, dat weer alle winters voor keren gedaan. Ja. Want daar heb ik ook nog enkele keren meegedaan. Uh -huh. met, met die oog nog. Ja, ja, ja. En dat was voor de komst hier. Maar je ziet dat er dan toch zo wat vereniging was, verenigingsleven. Oh, ja, ja. ja. De mensen alle kennen, allemaal kennen Giel Sint-Anno. Met noomen en noemen ja. ja, als je zegt, we zijn er En ook kennen de gebieden meer. <laughs> ja, dat is ook wel iets het die tijd hé, zo van die b-namen. Nee? <laughs> met niet altijd een goede b eigenlijk. Maar dat wordt dan niet goudig, als je er van de plaats wordt. En er ging er geen hier naar een ander plots. Dat is wel te voet moeten doen hè, die tijd. Ja, je zegt, hey, ik heb veel broers en zussen. Je bent die alleen nog op tof, maar die, die gingen dan toch ook wel ergens een dans of iets of nog een andere kermis, wat anders, ja, die die vond toch iemand. Nou, waar trokken die dan? Als je afnef, als je wegwoont hier, niet. Nee, nee niet gedaan. Dat was zonder energie, zonder travel, dat, dat ging niet. <laughs> uh, Camille, heb je een auto gehad hier? Of als een auto op nog gekomen is? Ik weet het eigenlijk niet. Had je een auto? Ja, ah, ja. En, en wie? Als, je, als mijn moeder, als mijn moeder als je ik kan niet meer verder vilo kon straatten ten die komen. En wie moest daar dan mee, aan, mee sturen? Want het is niet dat een moeder dat gedaan heeft. De moeder zelf met een auto gereden of moest die vergevoerd worden? Nee, was een auto, die zou daar niet gedronen. En heb er jij mee gereden? Nee. Had daar niet van doen. En zo maar, Cellenon, en die en de en er... en je met leren als je nog jong bent. Dat je er een Franker zou zitten. En uh, is er niets dat je zo blijven doen bent? Ik dacht dat je toch een vergoede kaarter waard. Oh, nee. Kaarten. Speelkaarten. Ja. Je dat blijven doen? Op café? Oh ja. Dat, dat was ik niet meer, niet meer buiten geweest. Ja. Ik oh, dacht, dat moest je zien. Hoeveel uur nog ik, ik zit te kort, neem. dat was zondag zo'n altijd van 7 van naar 8 uur, dan 12 uur in. En, ja. en was dat dan voor geld of gewoon? Van geld. Van ja. Ja, heb ik heb het betonen en ik drinken, en, ja. En te was hier nog. Ja, nieuws van Sintana. Nieuws van Sintana overlopen. Ah, ja. uh, op de boerderij gezegd: hey, vroeger wat een drie koeien. En wat van alles iets. Ja. Is dat dan zoveel jaar hetzelfde gebleven? Of heb je opgebouwd oh, nou, en stallen nou, bijgezet? En... Altijd door, ging geen tafereuut. Hoeveel koeien had dat dan op tiende zo? Oh, Tlessen tot in de dertig hebben er wat, maar nu, dat, nu is dat nog klaar nog. Ja. Ah ja. ja. We dien t toch altijd mee ten, opgebouwd. Ten. Als je als je tien twaalf voor klaar worden, nee. Hier eh, schuin zover, maar dan niet. Ja. Daar worden er. Maar dat was toen anders begonnen. Dat was 3, 4 tot 15 uur. En als je die koeien moest melken, om welk uur moesten ze dan opstaan? Was dat heel vroeg of, of en, en laat? Om welk uur begonnen te melken? Zo. Als je er dan 30 had, was dat met machine? Ja, ja dat was dat met de machine. machine ja. Ja, ja. Dat was al uh, een, een grote vooruitgang, toch? Wat dat kost hier een man dat doen en anders moet hij met, met rafieren zijn hoor. Ja. En hebben we nog andere koeien gehad? Geen melkkoeien, maar eigenlijk alleen vet. oh, oh. allee, vetten. Met een snover te vetten. En zijn er nog van uw broers en zussen die ook nog boerderij hebben of die zijn ze allemaal in, in iets anders begonnen? Ja, onze min, nou, dat was ook... Dat was twee dingen. Hoor. Die werken net een enkele koe, naar ja. maar anders, anders geen. Maar jij bent trouw gebleven, <laughs> trouw aan de boerderij. <laughs> ja, snap je. Maar het dat is dat allemaal veel te groot is. Hoor. En de varkens, hoe is dat geëvolueerd? Naar meer ook of minder varkens? Mee gestopt of wat? Oh ja, die, die zijn rap gewoon. Die moesten in een, een grote stal zetten En we mochten het niet. Ah, ja. ja, dat is ook altijd geëvolueerd, he, die regelgeving. Ja, dat was al alle jaren een beetje meer als je volkomen of, of als je een machine bijhoudt. En hoe was dat eigenlijk in je uh, groot gezin? Hey, met veel thuis en dan ook al wat getrouwd aan kinderen mee en kwamen die veel op bezoek en konden dat goed aan die drukte? Ah, ja, nee. dat dat ook jammer genoeg. En dat er dan kameraden hier echt op het dorp? buiten nu alleen broers en zussen want dat dan samen, maar dat de anderen echt kameraden zo? Ah, ja, dat had hij was te veel over te ja, die kwam. Zondags. Kunnen we er nog wat opnoemen van uh, Sint Anna? Het was Federerwans, die man. Die zei: ga, ga, Ik ken hem. Als het een rijen wordt, ie dacht, ie dacht ze dat ja, ik ken die, ja, die, nou, wel, die ja. broers en zusters. Ze zijn van hier gekomen. Je dukt nog, kom maar door je bokkelen met je peluwen. die heer Koot, weet ik Erik. Ja. Ah ja, die. Ja, ja van ja. die man. Ben... Ja. Maar ja, hoor. En was dat dan iets van spel aan? gezegd zondags? De voorhoofd zat hier vol, of was dat gewoon babbel en plezier maken? Ah, wel, ja. Dat ja. was er weinig nooit. Zondags was hij in het veld lopen. Vogelige nootrekken. Dat <laughs> niet? Vogelige nootrekken. <laughs> <laughs> en dan op de piktrot staan over en een rond te kijken of er niet te wun en in drood afkassen. Ja. En dan op hier nu schoen en bloen. Daarom mijn moeder geen kompassen mee. Ja, nog iets. ze dan eigenlijk waren dat strenge of kreeg je dan onder je voeten of viel dat ja, nog maar... mee? Nee, dat was, was niet streng, nee. maar uh, dat was het eerste dat ze daar zo om intussen kwamen als ze bloedde. als je broek kapot? Als je ze zei hier, oh, dat is goed. die, die moest ze anders maken. <laughs> ja. En dan groter worden. <laughs> dat was, was een woord geworden van horen. <laughs> maar ik ga niet veel. Gewust nog je werken. Ja, ja maar die is veel gewerkt. Die he. is heel veel gewerkt. Ik stel me voor, Camille, dat je ook nog elke week naar de mis moest, of misschien meer dan één keer op de week. Uh, hoe, was, hoe was de sfeer daar? En meestal, als de mis uit was, stonden mensen nog wel ja. samen. Ja. Ja, waarover werd er dan eigenlijk gepraat? Als mis... Over weer en wind, no? Weer en wind. Ja. ja. En wat bedoel je? En ik ken dat al gezoten of dat geplant, als je seizoen er was. No? Ja. ja. Maar wat er in de kerk gezegd was of zo, had dan een impact? Of spraken de mensen erover onder elkaar? Wanneer? nu nog nou, de mes geweest, hè? En de mis was uit en het was gedaan. Ah, ja, dat was de andere brood, <laughs> Ah Ja. Maar de pastoor en, en het klooster ook die hadden toch wel een zekere invloed he, op zijn ange Dat worden de boeren, de pastoor, de mascheren, de, 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 de schoolmeester. Dat, dat worden de boeren. ze dat goed? Of, of vonden ze dat in die tijd bij u thuis? En vonden ze dat? Of was had niet er ook kritiek op of durfden ze dat nee. niet? nou moet nou moeten zeggen. Vroeger kostten ze de roe onderaan, maar nog niet meer, Ja, ah, Dat klopt daar, He? En heb je dat zo met de tijd zien veranderen? ja het klooster uh, hoe dat dat daar dan stelselmatig verminderde oh ja oh, er hebben we misschien nog misschien vijftig mensen hier geweest ja zo weer. want dat worden er veel hè. en die ontzelf een braaschool dat ze de de maskers zitten en het school blijven liet de braaier op een machine Daar was het in bouwen. Ja. Van, van vroeger, van het klussen Dat was de breinschool. En de jongens hadden niet al zoiets? Want de meisjes die die konden dat daar leren, maar de jongens... Dat was alleen op het veld werken dan? Ah, ja, nou. ja. Als je, je die tijd die dan als je naar de school ging hoor als je een beetje het leren. En dat was het mis te dat a, a werken werkende leer. Ja. Ja, ja. Ah, ja, in de leer gaan, hé. ergens ja. Als je wat veel meer stil van nu, ook, hé. ja. Als er nu zo ruzie thuis was met jouw broers en al zussen onder elkaar. Werd dat streng aangepakt? Of wie loste dat eigenlijk op? Was altijd dezelfde? Of kwam dat dan wel goed vanzelf? Of hoe, hoe ging dat? De meisjes waren in huis en de jongens waren te voeren. Mm -hmm. en, die, en die dan in huis waren, moesten zien dat het de kleur was. dat het gedaan was. Nee, nee. En vonden we dat zelf plezierig met zoveel thuis? Want... Er waren de in die tijd ook al gezinnen met niet zoveel. Het gaat anders niet, nou. Ja, 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 dat is geen Ze opgegroeid. Ja. Ik vind dat toch een voordeel als ze met veel dingen opgegroeid zijn. Voor hun latere leven. Ze kunnen veel meer verdragen en zo. Ik denk dat... als je zijn al je komen, ze in een uur op komen. Die zullen dan niet gewijnd worden, no? Nee, nou, veel. Veel vrouwen kunnen alleen zijn. Het is nog drieën jullie, 17 jaar dat ik alleen zit. Ja. Je zegt, ik, zat, ik zit nu 17 jaar alleen. Hè? Ja. Maar je bent nog altijd optimist en een vrolijke, vind ik. Zijn er dingen waar je nu echt dan op kunt optrekken? Zo. Nou, nog meer, omdat het niet meer kan en ja, wat was dat dan wel over niets nou ja, ja. want nog meer of zelfs ja. Dat daar over niets moet buiten bezig zijn ja? Altijd. Ja. ja ja in nu en dag weer zitten dan word je zo ziek ja. ja en je kunt niet meer kunnen zitten Als je nu terugkijkt op de tijd van vroeger, gaat niet veel, zeg ik altijd, en we wisten van niet beter. Maar nu, ja, je bent zoveel ouder, je weet wel veel meer, je ziet de evolutie. Wat vinden je nou eigenlijk best? Hetgeen, gelijk hoe dat vroeger was, of hoe dat nu eigenlijk allemaal zit? Nou komen de mensen zich goed niet meer overheen als vroeger. Dat is al je punt, hoor. Hij is echt opgegroeid als je. En hij zou het vroeger nog, nog niet zijn. Ja. Maar dan zit er content mee. Ja. Moest hij wel hoor. Ja. Gaan niet zeggen, dat moet ik of dat, want er was niet. Maar dat dan nooit zo'n keer periodes gehad of gedacht. Goh, ja, die dingen, en, en dat is nu nieuw, en dat wil ik toch hebben, zei Wat ja, van nu? Dat, dat ging als je automatisch stuurt, nog, Volgens dat een tijd evolueerde. Ja. Dus er hij, je nooit gezeten, ik, ik zou dat moeten nemen of dat. Hè? Content met wat ik ga. Ah, ja, moest gaan, nou. ja. hoor. En als je dacht, iets kost toen, en dacht je van, doe nou wel dat, dat deed hij nou. Ja, als je kan de wereld niet meer verhoudt, als je, je nog 30-80 jaar. Dat kan botsen weer, no? Dat was er nog zilver niet. Ja, dat kan soms rap gaan, niet? Mijn moeder klaart vlug zoveel met Peert het boomteraan. En wij nog klaar waren, dan is we nog een heel dak rond, te zweten met En wat deed het dan zelf eigenlijk liefst? Echt mee, met paardrijden niet, of ja. meer met de mee... Nee, ik kan een keer met peert. paard. Ja, ja. Als ze met peert paard weg was ik het. En welk paard had dat dan just? zware en welk ras? Als je tussensoort. Ja. Als je wat handig en hey, wij nog, die hadden niet Nederlanders, wat denk hey, je? Die hadden nog je stappen kost te pakken van, van drie meters nog. Als ja. hey, die liepen... Ja. En dat was dagelijks uit de stal? Ah, ja. En jij werd echt de, de paardnopasser. En dat was, dat was het raalste dat er was. Als je de hele dag in het veld gezeten dat tot zo He, tot als je gedaan was, tot als het was. En het eten was al in de kribbe. Dat je dat niet meer moest doen. Ja. Om een duur zakte te moeten in ons schoenen, dat was moeite. En dat deed dan niemand anders? Ah ja, die dan thuis waren weer thuis worden, nee. Dus ieder had toch wat zijn eigen opdracht, hè? Het... Ah ja, dat was als je in seizoen had, dat er langer in het veld moest. Met ja. paard gewerkt worden. En wie leert dat paard op? Ja. Als je een nooddag was dat goed lied, wordt er baas van. Ja, he. ja. Dat wordt cool. een beetje, want daar liep die mee, nu, en als die een tijd. En als je nog niet oud worden, tel je het gemakkelijkst. En als je een keer de enige die was al meer als drie jaar. Maar dat heeft lang geduurd. Mm. Die zijn nou te, te vellen. Ja, ja. Maar als je een goede oriëntatie nog kon nevensleggen, als je niet even naar verhaal te trekken, dan, dan niet de markt. En er dan mee ook? Kon die fokten er mee? Nee, nooit niet. En niet, want dat was een Ah manier. ja, nooit. He. Ja. Het was even naar te werken, nooit. Dan was het ook zo, als het die er was dat u niet echt aanstond, dat die rap weg moest. Of er... Ja, wel ja. Maar ja, maar dat me, even. In mijn botsje had een erin, die wilde niet werken. Hij wilde ook niet. In, dat was van het lesten dat we hadden. Oh, die, die lang op de hof. Maar dan mochten je niet tegen roepen, nee. En als je een keer een vroeder of zo, zet je hem door een, een stap vooruit. Ja. Dan moesten, moesten wat zwijgen, en dan alleen vooruit. En Florent was hij nee, dat Hij me met Pieter om geweest naar Ziel. Met de over vroeger. Hij hey, zei, uh, gaat hij aan, moet, moet ik er de mijne leggen? Dus. Ik zei, van jullie zal wel genoeg dat doen. Ja. En ik zei, we gaan er een karren want die, die put nog in, die zou eerst weg moeten, want zo dicht zou je niet gewoon Oh, laat toe. Ik zou wel zeggen krijgen hem als je vijf stappen kunt vooruit gaan, dan ga ik als u naar huis tegen hem. Hij hey, miljoen, 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 niet, Niet, is niet. Als je het zou, zou ik niet willen zetten. Ik wel, zei En dat was twee keer een pul dat die van ziel komen was. Ik zou Wanneer put, roe niet, maar die zal je toch trekken tot Wanneer put. Alle twee achter me komen, En het zotte gaat dat doen? Man. Dat was mijn vader wel kort. <laughs> ja gaat toch wel mijn paard, kalm, kalm blijven en hij het doet het wel, hè. Nou. Ja. Oh, dat is gelijk wat biertjesje? Ja, daar, daar, zijn er dan beginnen roepen of van wie is Die staan op een auto nee, die daar weer te staan he. die zullen er een niet hier. En anders ziek een vrije man, nee. Dat ja, nooit niet. Ja. Zo, ja. En die kan er alles mee doen. Als je een lange stok en die steken ze tussen de biersten. Als je nog hier moeten uithalen. Ah ja. En je zegt om twee karapul naar zeel. Waar, waar moesten die dat gaan halen? Anastase. Want... Ja. dat ja. Het was mis de ziel dat hij toekwam van iedereen. Dat is toch vijf kilometer, ja, hè? Ja. Ja, waar je leuk, zeer veel van me. Nu, dat scheelt waar nog. Maar wat smet is er een kort stilzak in. Dat is een, een, een aardbare hof. Ah, ja. ja. O, trek. Een keer of twee dagen lieve ik over die stoel was geweest. Met de karre. dat moet een karren. Ze moeten naar huis gaan neerslaan. Ja, dat, dat is door en dan En dat is er als je nog hè? Ja. En we kochten, als je paard nodig had, waar kochten dat eigenlijk? Want echt paarden, maar chance, ah, weet ja, ik het niet, hier, ja, hier ja, ja? Ja, op zijn tala nee. 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 Ik was niet lang geweest. Maar toen had ik Dat was erachter, even vanaf de kupman van. Van hier in mm het -hmm. En dan vinden er veel. Dan, dan een goede oon. En die voeren dat als ze goed geleerd worden, hij ze werken. En die verkopen van eerst. Ja. En een smid was er dat? Of, of die de dat was zelf? De Noefsmid? Dat zou hem drie zijn. Die hadden nog weten te werken. Nie? Berken, nie. Ik ken die naam, he, maar heb ja. de smis zelf ja, o, weet ik. Op, niet. Een, op een droom, hoor. Ja, ja. Nieuwest monsens. Nieuwest van de vrouw Ravro. Ja, maar weet ik ook niet van ze dat oh, ja. ja, die is al een hele tijd. Weg, he. ja. ja, die hoef je veel meer te vertrouwen, ze op te zetten. He. je hebt toch goede herinneringen aan dat werken met paard. <laughs> ja. Kiezen ze voor werken met paard of ze zeiden kies meer voor een tractor? Voor meer voor het handwerk. Ja, wat zie eigenlijk liefst of wat deed de liefst? Al ja, is het maar Ja, precies of gaat weinig om iets te kiezen nee die tijd, dat is wel opvallend. Nee, die heb ik ook... Ja, want wat was je nog van, van dat stuk. Dus, dat was een keer een paar dat je een keer een uh, schofsel mee ging maar anders... weet de peter, die, 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 die was er niet voor. Maar als, die, als het met tanden werken was, die kost het nog zo veel als met wagen. Ja? Ja. Nou. Iedereen zijn kwaliteit, nee. <laughs> ja. Maar je waren toch content? Je toch content, die. Oh, ja. je moest hè? Ja. Want als je niet content wordt, was het lastige een nooit. Nee. Ja, ja, maar ja, ik kan me wel voorstellen dat er ook mensen waren die niet content oh, ja. waren. Nee. Oh, dat is altijd nooit. Ja, en dat vind ik dan wel heel fijn, dat hij altijd content is. Je ziet dat ook. Hé. Ah, als, je, als je nog jong wordt, mius noem, nog. Mjus. Ja. <laughs> <laughs> er had er precies wel plezieren, nee? hè? Er had er precies wel plezieren, nee? hè? Ah, maar ja. <laughs> als je een koel krijgen, maar dat, dat moest ze goed kunnen lopen of ja. of god slaan. <laughs> Ja, daar weet ik, daar weet ik af. Dat was in haar school Ja. En of je gaat, dat wit. Ratje dik. Dat was met een ogen op de ruit of op de deur. En, en van mijn verder. Je kunt je ook een trekken hoor. En daar diende hij op de post. En die moesten wel lopen. Maar daar zat in de nacht en die had hij te stekken. En die was zo een pikkere weer. En die dacht hij dan een keer of twee draaien. Dat bloed uit zijn, zijn koker liep. Ja, ja. <laughs> ja kijk kijk, muursten dat weer mis te doen? maar moeder mocht wel veel in die tijd. Nou, als je het van Jeep bent, dat vergeten. Ja, ja echt. Maar als gewoon. daar werd een zoon op, ooit, En bleef dat al lang duren? Wat? Hè? Dat coleerig zijn. van. het Zonder nog steeds. niet gelapt dat, ja. nog worden dat vergeten? Ja. ja. Maar je zegt, als je goed kon lopen. Maar als je niet goed kon lopen. Ah, toch niet? Je gaat Ja, en dat bleef toch wel aangepijt. <laughs> <laughs> <Ja. lacht> maar dan worden die, die goed geslopen, en dan had er een In Ja, ja. In, die niet goed geslopen, die was achteraf zo. Nou. <laughs> <Ja. lacht> Want die wisten wat we was als ze te komen, ben ik er ook. Maar dat bestond eigenlijk toch ook niet zoveel dat je elkaar zo verraden hebt. Ah, nu? Nee. nu, nee. vroeger dat niet gehoord. Dat vond ik toch ook wel zoiets van... Hé, een woord is een woord. En die rap overdragen, zo, dat bestond... Ja, gelijk dat hij zegt, dat bestond niet. En dan worden er ruk borden, dan je hem juist. Ze worden er een stuk of draaf hier. Die, die. <laughs> dat worden ze En die wisten snel, maar mijn fruit daar even worden. <laughs> en was dat dan niet meer van honger of van armoede? Of echt van. Ik kon die lekker lappen en ik kon dat pakken. Ah, ja. Echt van honger bij zich? Als er een naaf trekken en, en niet aan een einde verder zit, ja. nog weten. Even Ja. vanaf verviel te pakken, als juni. Was er dan een veldwachter die dat toch een keer keek of die opgeroepen die was? Die nog niet. Maar er is een tijd enige geweest he. Dat was nog woordle. Wat kwam die eigenlijk controleren? Want veronderstel dat die toch zo... Allee, hier en daar, op opging, kwam die vragen stellen? of was dat? Ja, er... maar die moesten, zoals je van de gemeente ook wel gelovig zijn. En die veld was er, het, als je het, iets zei, dat je moest doen. En je liet al, als je dingen vond, ging dat direct doen. Oe. En dat was de zesde dag nog, kwam je daar en zei je, ja, normaal gelost heel goed, dat wordt zijn dus een mooi. Maar zei niet, ik zal dat nog ste doen over je, want dat is toen hem niet oorlog. En heb goede herinneringen on veldwachter of slechte? Wel. Wow. Ik oh, een keer, een, keer dat je een halve dag in het veld staan. En een van mijn broers was met een maar Vandaar begon de moord, moord dat je met de vilo niet meer weg was En die had hij er laten staan. En de veldwachter stond er zo snel bij. Als je een vloer. Ik meen dat het een gelangde was, want ik was al wat van een meter te zei En die kwam van nacht en de vilo er pakken. Dat was een streng. Je die... had altijd een man was streng zijn, hè, in een veldwachter. Zo'n vraag, Camille, om af te sluiten. Um, we hebben nu gepraat over vroeger, hé, hoe dat vroeger was. Hoe dat nu eigenlijk wordt of is. Wat zouden jij de mensen eigenlijk nog toewensen? Zegde liever van: leefde een beetje zoals vroeger? Of leefde helemaal niet meer gelijk vroeger? En dat en dat en dat zou nou beter zijn voor de mensen? Wat denkt je? Waar ja, maar ja dat is te zien hoe dat je dat ook weet, nou, nou moet dat na het te kunnen beginnen. En vroeger kostten ze dat mee een beetje, hoor. Ja? Dat groeide altijd door hoor. Mm -hmm. En de mensen waren erop content vroeger. Ja. Als je ja. begonnen er vroeger veel te boeren, hoor. Een koe van, he, dat nog van boerenvolk was. Een koe van thuis. En, en dan moet ik hem wel Een En die worden we Gewenst wenst dat eigenlijk... Ja, tegenwoordig een boerderij overpakken, dat is inderdaad praktisch niet mogelijk, he, als je er niet in geboren bent. Dus voor de landbouw te verleven en te kunnen blijven dat het eigenlijk gemakkelijker wordt om terug te beginnen als boer. Oh. Dat, dat het Even vanop vanaf de meet beginnen, dat kan je niet meer. Nee, maar het beter zijn, moet dat wel gemakkelijker worden terug. Maar dat kan niet nooit, die, die nee. andere brievenink niet nooit. Mm. Vroeger was er niets luks nooit. Van niet tot iets komen, dat is moeilijk tegenwoordig, ja, dat is wel, wel. Ja, ik keer als gewijd, gaat dat gemakkelijker nooit. Ja. Want het is de start, hè? Ja. En vanaf van op de meet beginnen ik. Het is een maasjokler jarenlang. Je moet af van niet snappen. Ik kom genoeg in nu, dat ga eten. Dag, je dit? Ja. Je, je hebt in het begin je gezegd. Vroeger de mensen aten niets. Maar ze waren wel contenter. Ja. Maar ja. ja. Dat is u, Ja. Maar heb je nou iets gedacht dat je zegt dat zou de mens kunnen verbeteren? Ah, nou. <laughs> Waar zijn wij in daarom opgebracht, nou? ja. hey, no? Hé, nog niet zijn. Maar, je weet, gij de wilde niet van het jong volk, Das ist ein Fakt. Sie wissen ja? es selbst nicht, he, wie glücklich sie sind werden. Ja, die wissen nicht mehr, wie das früher war nicht?